Gegroet, aardbewoners. Welkom bij Mini Motorways. Beetje straightforward. Een Mini Motorways, ja. In het spel moeten we eigenlijk wegen bouwen om zo ervoor te zorgen dat, weet je, je gaat het wel lekker spelen. We beginnen met Los Angeles. En in dit spelletje is het eigenlijk het doel om gewoon deze huisjes met deze, hoe noemen ze? Laat het gewoon winkels noemen. Oh, dat is echt een heel domme actie. Zo, deze moet ik hebben. En dan moeten we gewoon voor zorgen dat deze mensen in hun huisjes gewoon boodschappen kunnen doen. Dat is eigenlijk het hele spel. Meer is het niet. Santana Manaka B. En zoals je ziet is ook hier een timer voor de week. Het is nu al donderdag, vrijdag zelfs. En ja, we moeten eigenlijk gewoon elke week krijgen we een nieuwe dingetjes erbij. En nu kregen we een rood huis. Ik heb echt de meest slechte weg van gemaakt die er is. En dan zijn we bijna met de week voorbij. Nog. Oh, yes. En dan krijgen we hier nieuwe dingetjes erbij. Ik heb al één brug. Die heb ik nog niet nodig gehad. Dus ik denk dat traffic lights handig is. Vooral voor als er zo meteen een intersection komt. Of een kruispunt. Oké, en dan kunnen we ons. Ja, kijk. En dan ga ik hier de. Die gebruiken. Zo. Oké, dan zou dat iets soepeler moeten gaan. En dan krijgen we nu een blauwe erbij. Dat is ook mooi. En dan plaatsen we dat zo, zodat het niet zomaar interfereert met de uitrit van al die andere huisjes. Kijk, en dan krijg je dan een beetje opstoppingen hier. En dat wil ik eigenlijk proberen te voorkomen met een rotonde die we zometeen ook krijgen. En daar krijgen we hem al. Nou, perfect. Die weghalen. Zo. En dan die terug vastmaken. En dan krijgen we donkerrood erbij. Nou, helemaal mooi. Dat gaan we op een gesloten circuit doen. Misschien is dat wel zo slim. En dan krijgen we hier... Oh, die ken ik nog niet. Waarschijnlijk komt hier nog eentje bij, maar dat komt later dan, denk ik. Nou, laten we daar iets moois van maken met een mooie brug. Recht naar beneden, zo. So far, so good. Even kijken. Oh, daar krijgen we eindelijk de motorways. Ik heb hem nog niet echt in nodig, maar ik ben bang dat het in de toekomst wel zo is. Dus ik ga hem gewoon selecteren. Ik krijg er wel minder road tiles van. Oh, en dan wordt dit een high demand store. Dat betekent dus dat het meer mensen gaat vragen voor het verkopen van spulletjes. En dan krijgen we weer extra huisjes erbij. Nou, helemaal top. Ik ben blij. Nog meer huisjes. Ik ben ook blij dat dit nog steeds op een gesloten systeem zit. Niet dat hier ergens een huisje neerkomt of een store. Misschien is het handig als ik dit er maar één wijkje hou. Dat dit gewoon een main road wordt. En dan krijgen we het. Ik had het bijna voorspeld, joh. Nou, ik heb dit huisje, dat heb ik nog niet echt nodig. Die kun je ook laten staan als je wilt. Dus prima. Oh. Ik heb geen bruggen meer. Ah! Nou, dan wordt het zo. Prima. Houden we het blauw gewoon echt nu nog lekker op zich op een gesloten systeem. En ik heb een brug gekregen. Nou, perfecte timing. Dit weer weg. Nou, ik heb nog maar. Ik heb maar drie dingetjes. Ik heb drie van die winkeltjes. Dus misschien door de tijd dat we inderdaad die highway gaan gebruiken. Zo hier in het midden. Perfect. En dan gaat dit wel lekker daarheen. En dan krijgen we hier nu eigenlijk de blauwe bij. En dan meteen de groene. En dat eerste groene huis is helemaal daar. Dus wat ik doe. Ik ga lekker die highway daarheen verplaatsen. Je kunt de pot opvormen. Zo. En dan gaat groen direct op zijn eigen circuit helemaal daarheen. Nou, perfect. En deze heb ik ook nog niet echt nodig. Deze kant. Dus bridge, traffic light. Ik wil wel een traffic lightje. Misschien handig voor ergens hier. Super, ik heb ook twee nieuwe blauwe huisjes. Nou, geweldig. Oké, de blauwe huisjes die komen nu uiteindelijk wel een beetje in tijdnood. Blauw is nog steeds gewoon lekker op een eigen systeem. Ik wil eigenlijk nog een highway hebben. Maar die heb ik niet. Dus ik hou het lekker zo. Zo. Kijk, het ziet er al een stuk netter uit. Ik heb ook weer een nieuw rood huisje. Zullen we dat? Nee, dat verbinden gewoon lekker met deze. Oh ja, maar dan zit het niet meer in het gesloten systeem. Nou, prima zo. Doe ik het zo. Dan kunnen we in ieder geval dat rode huisje daarheen nog heen rijden. Alle rode huizen zijn nu bijna in gebruik. Oh, en dan krijgen we een Hardy Man Store. Nou, prima. Zo, doen we die erbij. Dan hoop ik dat we dat in ieder geval... Misschien kunnen we beter deze daar plaatsen. Dan hebben ze in ieder geval misschien op de rotonde. Nee, zo. Kunnen die groene autootjes gewoon zo rijden. Een nieuw rood huisje erbij. Twee nieuwe rode huizen erbij zelfs.
Zitten ze aan elkaar vast? Ja, ze zitten aan elkaar vast. Nog meer. Oké, nog een nieuw blauw huisje erbij. Nog een nieuw rood huisje erbij. Die gaan we zo doen. Nu hebben we alweer wijkjes. Oh, volgende highway. Nou, die ga ik bij dit rode huis plaatsen. Eigenlijk een perfecte timing. En die ga ik een beetje in het centrum doen. Ja, doen we dat maar lekker, hè. En krijgen we nog meer nieuwe Nou, dat is een perfecte lijn eigenlijk. Heb ik nog huisjes gemist? Een lichtblauw hier. Nou, die krijgt zijn eigen persoonlijk weggetje. Perfect. Nog een nieuw groen huisje. Oké. Oeh. Oh, dat heb ik niet eens gezien, joh. Daar moeten mensjes heen. Maar hij is gered. Hij is gered. We redden het nog. Oh, die gaat ook fout. Ik heb een highway nodig daarheen. Een snelle ook eigenlijk. Hier is het echt heel druk. Hier moet ik eigenlijk een extra weg voor maken. Ik had hier nog een huisje. Ik miste ergens nog een... Ja, een gele huisje. Dat zocht ik. Even kijken. Twee highways. Oké, super. Ik ben niet eens om wat letten op die als het fout gaat. Dus misschien is het handig. Ja, hier moet echt heel veel mensen heen. Kijk. Oh, het is de volgende week alweer. Nou, super. Ik heb eigenlijk wel een roundabout nodig. Alleen ik weet nog niet waar. Dat was een domme keus. Dat is niet. Uh-oh. Oké, die zit op je groene lijn. En waar ga ik de roundabout plaatsen? Eigenlijk is hij hier wel. Nou, misschien hier. Ik plaats hem wel gewoon daar en dan kijken we daar van wel verder. Die gaat weg. Zo, even kijken hoor. Die groene winkel moet ik eventjes verbinden met iets. En snel ook. Dat doet even daar doen. Ik kan er niet tussenin kijken. Eigenlijk wil deze highway eventjes zo tondel op zo. Dan kunnen die groene auto's kunnen daarheen. En daarheen. We hebben een hele groene wijk hier, joh. Oi, 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 oi. Runnen, 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 runnen. Zo. Nog een rood huisje erbij. Uh-oh, uh-oh. Jullie moeten snel wezen. Hier is een file. Dat gaat ook goed nog voor nu. Hier gaat ook naar beneden. Oké, oh nee. Groen is een beetje de mis in aan het gaan. Ze gebruiken nog steeds die rotonde. Oh nee, dit gaat niet goed hier. Stop met het gebruiken van die rotonde. Ik heb geen bericht. Oké, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Oh nee, 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 nee. Ik heb die groene gaan echt fout. Ik heb alleen één snelweg erheen gebracht. Dit gaat niet. Ja, dit gaan we verliezen. Dit is a lose. We gaan allemaal weg. Ja, dit haal ik niet. Oh-oh. Oh-oh. Motorway. Ja. Oké. Nou, het is de tweede keer dat ik het speel, dus... Hè? Maar, nou, in ieder geval, dat was deze keer de motor... Mini motorways. Vond je het leuk? Laat het even weten met een reactie of een duimpje. Kan allebei. En als je het nog meer wil zien, misschien is het handig om te abonneren. Krijg je notificaties ook direct op je homepage. Nou, in ieder geval dankjewel voor het kijken en ik zie jullie later weer. We'll be right back.